Draai de vleugelmoeren van de beugel los met de speciale sleutel. Schuif de beugel in de plank met de sleuf. De beugel komt nu onder spanning te staan. Bij het zaagblad moeten de tandjes naar boven wijzen en in de richting van het handvat van de beugel. Plaats het zaagblad tussen het klemblokje en de beugel en draai de vleugelmoer met de hand aan. Klem het zaagje op dezelfde manier vast aan de andere kant van de beugel. Draai allebei de vleugelmoeren nu vaster met een speciale sleutel. Controleer of de tandjes naar het handvat wijzen.